Toen ik aan de start van de VA Business Academy stond, wist ik, ik heb iets te geven. En dat kost geld, maar ik had niet al het geld liggen. Maar ik dacht, ik weet zeker, als dit gaat slagen, dan ga ik hier tonnen mee binnenhalen. En dat was nog wel even een dingetje. Ook natuurlijk thuis. Van ja, je wil een volgende groeistap maken. Maar je partner moet daar ook financieel in mee. Mijn probleem was, financieel, wat ga ik dan doen? Dus ik dacht, nou weet je, als ik het zelf niet heb. Ik bedoel, ik had een leuke omzet als VA, maar wil je iets nieuws starten, dan vraagt dat natuurlijk ook om te investeren. Dus ik ben naar de bank gegaan en ik heb daar mijn verhaal gedeeld. Ze hebben me goed aangehoord en ze zeiden, nou weet je, wij zien hier echt iets in. Niet elke reguliere bank die doet dat heel makkelijk. Mijn eerste stap was 15.000 euro. Ik wilde eigenlijk 25, maar die kreeg ik niet. Oké. Nou, dan starten we met 15. We roeien met de riemen die we hebben, toch? Want als je echt iets wil geven en iets in de wereld wil zetten, dan ga je ervoor. Voor mij was dat best wel een spannende stap. Want als kostwinner en de moeder van 3 kinderen, zijn dat nogal risico's die je neemt. Nou, toen ben ik dat gaan doen. Dat liep lekker. Team zijn we op gaan bouwen. De marketing werd ingezet. En ik voelde, er moet nog meer bij. Gelukkig is er nog een sociale bank, Credits. Dat is een bank die echt is opgericht voor ondernemers. Een bank vanuit overheidsinitiatieven. En die waren zo vriendelijk om mij nog meer te geven. Nou, en dat werpte ze vruchten af. Want als ik dat niet had gedaan, dan was ik uiteindelijk niet door een ton en door 5 ton heen gebroken.